Donderdagmiddag kwam een middeleeuws heilige beeld terug op de plaats waar het ooit gestaan moet hebben. Het beeld van de heilige Adelbert werd teruggeplaatst in de Sixtuskerk in Seksbieren. Het beeldje werd rond 1960 gevonden in een tuin grenzend aan het kerkhof. Zo kwam het in het bezit van de heer Wildeboer. Deze oud-Seksbierenmer verhuisde en nam het beeldje mee. Nu hij op leeftijd is gekomen, wilde hij graag dat het beeld van de heilige Adelbert weer terugkwam in Seksbieren. Ooit moet het een deel zijn geweest van het zandstenen koorhek in de Sixtuskerk. Meneer Zaagsma, er gaat hier iets heel bijzonders gebeuren. Ja, dat kan je wel zeggen. Want wat hier goed gebeurt, dat is, nou, ik zou zeggen, dat gebeurt nergens. Hier is een beeldje vond. Dat heet hier, dat is staand al van 1350, een al wat heilige beeldje. En dat is tijdens de reformatie, of een watje dan ooit, is dat oude brutsen in het kerk. Dat heeft op een dokzaal stiend. Dat weer een hele riegele heilige beelden. En dat is mooi geweld, vrij zeker oude brutsen. Mooi de beeldenstorm kun je net zeggen, want dat had hier waarschijnlijk net geweest. Maar dat heeft wel mooi geweld gebeurd. En dat beeldje, dat is hier in 1960, daar in die tuin hier, is dat weggevonden. En dat is bedaren bij de hoofdonderwijzer van de gereformeerde Squalla. En die zijn zoon, die had hem erover ontfermen. Die is naar Emmeloorta gegaan te wenen. En toen dacht ik, wil je meer van weten. En toen is hij naar het Fries Museum gegaan. En daar heeft ze piekfijn voor hem uitzocht wat het was. En het bleek de heilige Adelbert te wijzen. Hij had wel geen kop meer, of geen holle meer. Maar het is voor u heel bijzonder dat dit nou waarom komt. Omdat de heer Wildeboer, die heeft nou een leeftijd bereikt. Die zei, ik wil graag dat het bij mijn leven, dat dit weer in Seksbieren te lonen komt. Ja. Nou wordt het straks herplaatst. Waar komt die te staan? Nou, toen hebben wij, en dat is het mooie correct. Nou, de Wildeboer zei van, ik wil het tijdens mijn leven nog aan het kerken waarom Jan. Want hij neemt het zelf een zwalker. Dat is een heel mooi woord dus, hè? Dat is zware werk, zeg maar. De zwalker die komt waarom, zei hij. En als we nou een mooi plakje voor hebben, dan kan het wat mij betreft wel waarom. En wat wordt het plakje? En toen hebben wij vergaderen. Tja, en dan met de verschillende stemmingen, dan zei het mater en toen zei het past daar net. Als je het komt nooit weer op een koorhuiskaart natuurlijk. En toen ben wij in de Vaartskerk, hebben we ze even gezien. En daar hebben we dus zijn grote wand en daar zitten prachtige mooie bogen in, he, van Wossad Diep. We zijn daar moest erin. En toen ben wij naar de steenhouwer gegaan en daar hebben we een prachtig stuk granietstenen bewerken laten. En dat heeft de steenhouwer voor u in de moren zet. Er is een god inboren. En het beeldje is een god boren met een pen. En hij zit als een moren vast. Nou, op die granieten brokstenen. En daar zit er nou. En dat is, nou, wij zijn er wel zo wees mooi. En de heer Wildeboer denk ik nog volle meer. Donderdag werd het beeld door de heer Wildeboer overgedragen aan de Seksbierumer gemeenschap. Vandaag, na eeuwen van omzwerving, keert Adelbert terug naar zijn oorsprong. En we hopen dat hij zich daar helemaal thuis zal voelen. Een zwalker komt thuis. Zodra het kleedje wordt opgelicht, wordt het licht aangestoken. Hij is nu voor een ieder van dichtbij te bezichtigen natuurlijk. Hier wordt een tafel, maar lijkt u hier maar.